Vandaag in de review de Xiaomi Mi 9, de Xiaomi Mi 9, de Xiaomi Mi 9, de Huawei Mi 9, de Xiaomi Mi 9. Nou ja, deze telefoon dus. We krijgen na dit voorjaar weer een nieuwe fabrikant bij in Nederland. Na Huawei, OnePlus en Oppo is er binnenkort ook Xiaomi. Deze fabrikant kennen jullie waarschijnlijk nog niet, dus geef je eerst een kleine introductie. Allereerst die naam. Dit is dus niet Xiaomi of Xiaomi, maar Xiaomi met een zachte X. Xiaomi komt uit China, waar ze vorig jaar meer dan 100 miljoen smartphones wisten te verkopen. Ze zijn daar zelfs groter dan Samsung en Apple. Sinds een jaartje zijn ze ook actief in sommige Europese landen, zoals Engeland en Spanje. Dit voorjaar willen ze doorbreken in Nederland. Dat doen ze met smartphones met een hele goede prijs-kwaliteit verhouding. Toestellen van Xiaomi worden vaak met een kleinere winstmarge verkocht, want de fabrikant wil graag kwantiteiten verkopen en maakt zich daarbij niet druk om hoeveel winst ze precies maken. Deze Xiaomi Mi 9 is gelijk het beste voorbeeld van hoe Xiaomi's strategie precies werkt. Het toestel heeft een Snapdragon 855 chipset, een scherm dat bijna de hele voorkant vult en 3 camera's achterop. Toch is de adviesprijs slechts €449. Leg deze Xiaomi maar eens naast de Samsung Galaxy S10 of de Sony Xperia 1. Dat zijn 2 smartphones met bijna dezelfde hardware die voor het dubbele worden verkocht. Xiaomi gaat dus keihard voor de prijs-kwaliteitsverhouding. Wat gelijk opvalt aan de Mi 9 is hoe mooi die eigenlijk afgewerkt is. Het toestel shined als een malle aan de achterkant en heeft een scherm dat bijna de hele voorkant vult. Het is bovendien ontzettend licht en dun. Qua afwerking is echt niet te merken dat je hier met een toestel hebt te maken dat honderden euro's minder kost dan de concurrentie. Kleine minpuntjes zijn wel dat het toestel geen koptelefoonaansluiting heeft en dat de camera's een beetje veel uitsteken. Leg je hem plat op tafel, dan wiebelt hij dus een beetje. Het 6,4 inch scherm van de Xiaomi Mi 9 ziet er ook heel goed uit. Hij heeft een Full HD resolutie, wat zorgt voor lekker scherp beeld. En omdat het een AMOLED scherm is, is de helderheid ook uitstekend. Zelfs in de volle zon is het scherm nog goed afleesbaar. Het is misschien wat minder kleurrijk dan de Galaxy S10, maar dan praat je wel over het allerbeste scherm van dit moment. Die Mi 9 komt er best wel goed in de buurt, zeker als je die prijs bedenkt. In het beeld zit ook nog een optische vingerafdrukscanner. Leg je vinger op precies de juiste plek, dan wordt het toestel direct ontgrendeld. Ik ben eigenlijk geen fan van zulke scanners, want als je de scanner gewoon achterop plaatst, is hij een stuk makkelijker op de tas te vinden. Bovendien moet je gauw 2 of 3 keer drukken voordat je vinger herkend wordt. Ook bij de camera is niet te zien dat Xiaomi de prijs laag probeert te houden. Achterop de Mi 9 vind je namelijk 3 lenzen. De primaire camera is er zelfs eentje van 48 megapixel. Dat klinkt als overkill, maar Xiaomi gebruikt een zogenaamde quad-buyer techniek om het beeld samen te persen tot 1 scherpe, gedetailleerde foto van 12 megapixel. Tweede lens is de groothoeklens van 16 megapixel. Die schiet hele brede foto's, vergelijkbaar met panorama's, maar dan zonder dat je het toestel zelf hoeft te draaien. De derde en laatste lens is een telefotolens die 2 keer optische zoom heeft. Hij is 12 megapixel en kan dus flink inzoomen zonder kwaliteitsverlies in het beeld. Xiaomi gebruikt daarnaast nog allerlei slimme software trucjes om hele mooie scherpe foto's te schieten. Veel lenzen zijn natuurlijk niet direct de garantie voor succes. Toch is het Xiaomi gelukt om een hele goede camera neer te zetten. De foto's zijn scherp, kleurrijk, gedetailleerd en met een goed contrast. Het is een camera die best wel goed mee kan met de beste smartphones op dit moment en zou je niet verwachten, wederom voor die prijs. De prestaties zijn ook een simpel en duidelijk verhaal. Die Mi 9 wordt namelijk aangedreven door een Snapdragon 855 chipset. Dat is de krachtigste die Qualcomm op dit moment maakt. Uit mijn tests en benchmarks blijkt dan ook dat de Mi 9 tot de beste smartphones van dit moment behoort. Hij wordt soms een beetje warm als je een game als PUBG speelt, maar in de praktijk is het toestel gewoon snel en openen alle apps heel vlot. De accu met een capaciteit van 3300 mAh heeft er allemaal geen problemen mee. Geregeld haal ik een scherm aantijd van 7 uur of meer, ruim voldoende om een volle dag zonder opladen door te komen. Hij ondersteunt bovendien snel opladen en snel draadloos opladen. Slordigheidjes zijn er wel, maar die zijn vooral beperkt tot de software. Xiaomi gebruikt namelijk zijn eigen interface, MIUI. Die heeft een Nederlandse taaloptie, maar is nog niet helemaal klaar voor het grote publiek. Ik kwam geregeld instellingen tegen die alleen in Engels of zelfs Chinees beschikbaar waren. Bovendien maakt Xiaomi best veel aanpassingen aan de standaard interface van Android. Zo is er geen losse applijst en staan veel instellingen op een net iets andere plek dan je misschien gewend bent. Ook zit er best veel bloatware op het toestel. Als je het toestel voor de eerste keer opstart, zitten er namelijk 3 verschillende browsers op. Niet alleen Chrome, maar ook de eigen Xiaomi browser en Opera. Xiaomi levert bovendien een eigen App Store mee en twijfelachtige apps die proberen je telefoon op te ruimen en beter te beveiligen. De raarste app is Mi Video. Dat is een app die eigenlijk alleen video moet afspelen, maar open je hem voor de eerste keer, dan vraagt hij ook toegang tot je telefoongesprekken en de mogelijkheid om te bellen. Dat zijn rare permissies die je totaal niet zou verwachten. Daarom gebruik ik liever mijn eigen apps op de Xiaomi Mi 9 en ik zou ook eigenlijk hopen dat Xiaomi dat in de toekomst een beetje beter opruimt. Prijsbewuste Nederlanders mogen een vreugdedansje doen met de komst van Xiaomi naar Nederland.
De Mi 9 is namelijk een van de meest uitgebreide, uitstekende smartphones van dit moment. Hij kost bovendien maar €449, maar heeft wel een groot scherm, 3 camera's en eigenlijk alles wat je in een toestel zou verwachten. De software is een beetje een minpuntje, maar met de honderden euro's die je bespaart kun je een Chinees-Nederlands woordenboek kopen. Wil je meer weten over de Mi 9 of andere smartphones van Xiaomi? Kijk dan op www.androidplanet.nl. Daar vind je ook de laagste prijzen en de beste aanbiedingen. Bovendien hebben we nog andere video's op ons YouTube-kanaal van bijvoorbeeld nieuwe smartphones of leuke evenementen. Check dus even ons kanaal, subscribe en geef deze video een duimpje omhoog. Doei!